We zitten hier als Peelpioniers in Brabant. Daar halen we citrusschillen op. Daar halen we ingrediënten uit. En die ingrediënten die brengen wij terug in andere voedselproducten. En dat zorgt voor een verlaagde CO2-uitstoot. Wij zijn begonnen met eigenlijk als doel om alle schillen van de ondergang te redden, zoals wij dat noemen. Dat betekent elke citrusschil willen wij verwaarden, willen we ingrediënten uithalen en willen we een tweede leven geven door ze als ingrediënten weer terug te brengen in de levensmiddelen. De drive die wij hebben is aan de ene kant om CO2 te verlagen. Dat doen we door ingrediënten te halen uit de sinaasappelschil. En aan de andere kant om bij te dragen aan een cleaner label voedselproducten. Brabant betekent voor ons dat we nauwe banden hebben met de kenniscentra. Je kan denken aan een Avans of de HAS. En voor ons is Brabant eigenlijk een ideale hub om de schillen op te halen. Wij verwerken hier op jaarbasis 30.000 ton schillen. En dat is vergelijkbaar met de uitstoot van een kleine 10.000 auto's op jaarbasis.